Danny, daarnet is er genomineerd en niet genomineerd, maar de nominaties zijn bekendgemaakt. We wisten al van woensdagavond dat er vier mensen waren. Had jij verwacht dat er iemand voor 20.000 euro of minder zou afdrukken? Nee. Dat ik nooit verwacht. En waarom? Ook omdat ik denk ja, dat er toch mogelijkheden geweest zijn om toch voor een minder bedrag dit aan te nemen. En dan, ja, dan vind ik dat echt wel een beetje jammer. Maar ja, kijk, dat is het spel en een spel moet gespeeld worden. En ja, op dat vlak geef ik daar, ja, kan ik er een klein beetje in komen hoor. Ja, je hebt de bekendmaking en de reacties ook al een beetje kunnen volgen, want ja, dit interview is opgenomen net na de bekendmaking. Wat vond je van de reacties van de anderen, bijvoorbeeld Karen? Ja, Karen is Karen, hè. En Karen moet volgens mij iets meer het spel spelen in plaats van zich te amuseren. Ik was er ook om het spel te spelen en ik was er ook om mij te amuseren. Maar ik vind wel, het moet wel een goede combinatie zijn tussen de twee. En dat vind ik dan een klein beetje jammer bij Karen, want dat mis ik een klein beetje bij haar. Dat ze ook zich een beetje meer baseert op het spel en niet alleen louter om het amusement. Ja, Ashley die kan deze week natuurlijk niet naar huis. Volgende week natuurlijk wel. Denk jij dat Ja. alle bewoners haar gaan nomineren volgende week? Ja, sowieso. Hè. Ze is sowieso al nummer 1 op de nominatie. Ik denk dat er maar twee personen zijn die haar niet zouden nomineren. Al de rest nomineerde al van week 2 of 3, maakt niet uit. Ze was altijd het lichtpunt daarin. Op een gegeven moment is ze dan toch een paar weken vrijgesteld geweest, omdat ze toch ontdekten dat ze eigenlijk wel in de buitenwereld heel sterk stond. En daar begonnen ze dan een klein beetje bang van te worden. Maar ja, nu zitten we in een fase van het spel dat je er niet meer omheen kunt. En ja, zij is natuurlijk het punt waar iedereen zich op baseert. En ja, oké, dat is de mening van sommige bewoners nu. Zeg Danny, had jij nu vandaag in de game room gezeten, zou jij gedrukt hebben? Nee, zeker niet. Want je zit dan zo kort bij de finish. Je bent er heel dichtbij. Dus ik had zeker in ieder geval niet gedrukt, omdat ik weet, ja, ik ging ook voor het spel en ik ging niet voor het geld. En ja, ik baseerde mij alleen maar op het spel. En daarbij een beetje een amusement. Ik was ook heel blij, heel tof. Maar ik zou het zeker niet aangenomen hebben, nee. Zeg, Randy, Jimmy en Karen zijn nu genomineerd. Wie denk je dat er zaterdag naar huis gaat? Ja, ik denk dat dit een moeilijke gaat worden. Waarom? Omdat er wel een bepaalde fangroep de macht een klein beetje hebben in het stemmen. En ik denk dat ze het een beetje tactisch gaan aannemen. Dus ja, ik denk dat het een moeilijke gaat worden. Dat de keuze heel moeilijk gaat worden. En ja, misschien een klein streepje voor Karen dat ze naar huis zou gaan. Ik zou Ja, het net als verwachten ik van een. niet. Ja, ik denk ook dat Want ja, de Ashley. Jimmy en Randy heel dicht staan bij Tom. En ik denk dat de fans van Tom wel degelijk deze twee mensen gaan zeven. En dan denk ik dat er een lichte voorkeur gaat uitgaan om het huis te verlaten voor Karen, denk ik. Maar ik denk dat net alle Ashley-fans op Karen gaan stemmen. Ja, tuurlijk. Daar ben ik ook zeker van. En ik denk dat er heel veel fans in mijn groep, we hebben toch ook tenslotte 3600 fans. Ja, ik denk en ik hoop een klein beetje toch dat zij Karen gaan steunen. Maar ja, bij ons zijn ze, ik laat ze daarin vrij. Bij mij is iedereen vrij voor zijn keuze. Ik heb mijn mening. En het is niet omdat ik eindelijk beslist van ook die keuze te maken, dat iedereen dat die moet maken. Dat ik laat iedereen daarin zoveel mogelijk vrij. En ja, ik hoop natuurlijk ook dat Karen erin blijft. Want ja, het was toch mijn maatje van dag één. Wie gaat de finale winnen, denk je? Nou, daar ben ik rots van overtuigd wie dat gaat worden. Ja, Glenn. er is één persoon die er bovenuit steekt, die zichzelf blijft. Ja, en ik hoop dat dat mijn buddy maatje is, Glenn. Hij Daar is. ga ik toch in ieder geval
alles aan doen om dit op te steunen. Ja, hij is een ontzettend lieve man, hè? Ja, heel lief, heel leuk. En ik voelde die band direct van de eerste dag als hij binnenkwam, voelde ik van, ja, ik ben eigenlijk blij dat hij erbij gekomen is, want dat was iemand die ik nodig had. Want ja, je zoekt toch wel iemand op waar je het echt goed mee vindt. In het begin ja, was het een beetje zoeken, maar dan uiteindelijk had ik Karen in het begin. Ja, nu als Glenn erbij kwam, voelde ik onmiddellijk van, ja, dat is iemand waar ik mijn vertrouwen in kwijt kon, dat ik geheimen aan kwijt kon, dat ik wist, dit blijft onder ons. Ik heb ondertussen een aantal uitzendingen gezien en ja, dat is echt een body voor het leven.